Haar ex stalkt haar steeds. Ze wordt regelmatig gebeld. Sorry, we kunnen binnenkort misschien een keer uit eten met het hele gezin. Ja. Misschien is dat wel een goed idee. Oh, de telefoon gaat. Hallo? Laat me met rust, je hoeft helemaal niet te weten wat ik aan het doen ben. Kan ik dan een keer afspreken? Laat me met rust, ik heb een nieuwe vriend, dus hou op. Ja, dat kan toch wel een keer. Weet je wat, doei. Ja, ik zit echt de hele tijd vervelend te doen. Ik moet echt een keer ophouden. Mam, ik heb een berichtje van mijn pap gekregen of zien dat hij me mee wou nemen. Oh leuk, weet je al wat je gaat doen? Nee. Oh, dat is raar. Maar mag het wel? De moeder van Max vindt het raar dat ze nog niet weten wat ze gaan doen. De meester vraagt aan de kinderen in de klas wat ze gaan doen. Zo kinderen, het is bijna weekend, bijna 2:30 dus. Gaan jullie in het weekend nog wat leuks doen? Lisa, ik heb morgen een voetbalwedstrijd. Denk je dat je gaat winnen? Denk het wel. Oké. Zijn er nog meer kinderen die willen vertellen? Max? Ik ga morgen naar de bioscoop. En naar welke film dan? Brave. Zijn er nog meer kinderen die er willen vertellen? Amber? Ik heb morgen een hockeywedstrijd. Denk jij dat je ook gaat winnen, zoals Lisa? Ja, denk het wel. Doe de spullen opruimen in jullie raadje. En jullie moeten naar huis. Doei! Max kan het goed met zijn vader vinden. Max vraagt daardoor of papa vaker langs mag komen. De moeder van Max ziet dat niet zo zitten. Zij heeft inmiddels een nieuwe vriend. Misschien kunnen we hem wel vaak uitnodigen. Ja, ik snap dat je hem vaak wil zien, want het is natuurlijk je vader, dat snap ik ook wel. Dat hij zelf kan rijden, dan doet hij tenminste ook nog iets terug. In plaats van dat we hem op moeten halen. Ja, dat kan ook wel. Hey, papa! Hoi, Max. Maar wat was nou eigenlijk die verrassing dan? Ja, dat is een verrassing. Maar hoe gaat het eigenlijk met je moeder? Goed. Oké. Heb je nog leuke dingen gedaan op school? Jawel. We hebben gevoetbald in de pauze. Oké. Heeft ze nog wat over mij verteld? Niet iets bijzonders, nee. Ga toch iets leuks doen. Oké. Hij is nog steeds helemaal in de wolken van haar. Doei, mam. Het lijkt wel of Bernard aan een magneet vastzit. Ze ziet verder niks in Bernard, arme Bernard. Max is al een tijdje weg, maar niemand weet waar Max is. Hallo? Ja, hoi, met moeder van Max. Weet je toevallig waar Max is? Ja, want hij zou iets gaan doen met zijn vader en opeens... Hij hoorde al lang thuis te zijn en hij had ook helemaal niks meegenomen. Oh, is hij daar ook niet? Oké, dan ben ik wel iemand anders. Doei. In de auto vertelt Bernard allemaal dingen aan Max. Bernard komt aan op Schiphol. Max vraagt zich af waar ze dan heen gaan. Bernard zegt nog steeds niet. Wat doen we in Mexico? Bernard stapt uit de auto en neemt Max met het gebouw in. Oh. Laat me los, zegt Max. Meekomen jij. Je moeder laat me ook niet bij jullie komen. In Mexico werkt de groep ontvoerders. Maar Bernard brengt Max daar ook heen. Max wordt in een hoekje gezet waar meer kinderen zitten. De vader krijgt een tas met geld en gaat weer terug naar Nederland. De kinderen zitten heel lang opgesloten en ze krijgen geen normaal eten. Ik ook. Wie wil er nou niet uit? Niemand. Ik wil weer naar Nederland. Nou, die hebben we vast weer, hè? Ja. Nou. Wie wordt de volgende? De volgende mensen dat ze een kind willen opofferen. Die willen best. Ja. Kan je smak geld mee verdienen, joh. Maar deze zijn ook wat waard. Ja. Ja, ik ben van de geheime politie. Max is gevonden. Oh, ik ben zo blij. Oh, heel erg bedankt. Ja, we moeten nu alleen nog de vader in de boeien slaan. Maar we weten waarschijnlijk waar die is. Hij heeft waarschijnlijk een onderduikadres ergens in Nederland. Ik weet niet hoe ik jullie moet bedanken. Doei. Weer eens van ontvoering. Nee. De politie heeft zijn onderduikadres weten te achterhalen. Max is nu heel gelukkig met zijn stiefvader en broertje en zusje. Max wil geen contact meer met zijn vader.